Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van Zero Gaming. Vandaag, ik had jullie beloofd om om een goede account te doen, een video te maken. Nou, hier komt het dus. Heel misschien zit ik nog op mijn slechte account, dan ga ik even over naar mijn goede account. Maar we gaan even spiekebietselen. Ik vind nog steeds echt een hele goede achtergrond. Oh, dat is wel een goede account. Nou, gaan we beginnen. Ranked. Oké. Nou, dat is niet heel bijzonder. Ik was Diamond 2 geworden. Maar ik zat in Diamond 3. Ik had die Ranked start wel geopend. Dan gaan we nu naar de shop. Ik loop altijd een beetje achter. Bij mij is het hier 79%. Nu hebben we 9.855 krachtpunten. Heel weinig. Nee. Ik vind het best wel veel. Oké. Dan gaan we hier mee zero 26. Gaat ie. Ik ben best wel trots op, maar verder heb ik niet zo'n heel goed account. En het trofeeën mini komt eraan. Dat is voor 3 dagen. Of wel voor 4 dagen eigenlijk. Ik ben al op een Draco aan het sparen. Automaat, omdat ik een room heb eigenlijk. Ik heb namelijk hier AD3. Dus ik heb ook zo'n reactie. Oké. We gaan naar de Brawl Pass. In de video op mijn slechte account van mijn iPad heb ik laten zien dat ik die skins en zo. Maar ik ga ze nog even laten zien en dan ga ik wel. Ik ga een oefenpotje ermee spelen dan. Dat is natuurlijk. Ik kijk tegen mijn iPad aan. Dus alsjeblieft niet zeggen dat ik slecht ben. Omdat ik speel me nu gewoon niet zo heel goed. Maar we moeten wel tegen bot, dus dat maakt het makkelijker. Oké. Potje. Solo showdown. Dus ja. Ik heb ook Glitchler en Lario op de achtergrond. Oké, we moeten niet tegen Alt goed bot. Dus niet tegen Alt goed knikken. Oké, dit. One shot. Die is altijd zo irritant aan het bot. Die is als mij geüpgraded door Brawl Stars. Dat is de eentje hier. En de shit. Ik heb bijna gekild. Ah, ik moest je. Oh ja. Stom op prima. Weg. Oké. Calm down. Oké, dan hebben we ook een kill. Er zijn nog maar 3 mensen over. Of eigenlijk 2 mensen. Ik kan die eten, niet dood. Oké, let's go. Maar ik vind het best wel moeilijk. Want net toen ik die eten killde, schoot ik een paar keer op hem. Dus het is dan ook moeilijker om die krachten. Die kracht dus te doen. Oké. En dan moet ik hier even weg. Oké. Ik ga hem wel killen. Oké. Nu wel 9 krachten. Hij zegt het al easy. Oké, dan hebben we ons eerste potje met deze skin. Nou, dat is. Ja, dat. Ja. En dan. Ik ga ook. Ook met de andere. Met 2 andere vrienden met wie ik dit account maak. En ja, daar heb ik dus ook mee afgesproken. We gaan in de Brawl Pass. Gaan we. Helemaal, oh shit. Gaan we helemaal niks openen. Tot we aan het einde, dus ook met die Legendary Star Drops zijn. Dan gaan we alles in 1 keer openen. Dus ik hoop voor je dat je die video te zien krijgt. Oh ja, en wat ook wel cool is. Hij heeft dus gewoon een hele PC in zijn hand.
kijk maar, dat is gewoon... Je ziet ook die draden. Dat is dus een PC. Nou, ik ga even in nieuws kijken. Of er nieuwe Brawl Talk is, of zo. Sorry. Nu ga ik dat niet kijken. Die, volgens mij is het een Brawl Talk, maar nu ga ik hem nog niet kijken. Ik ga een aparte video erover maken. Dan maak ik het met op mijn iPad. Dan zien jullie het wat beter. Dat is ook wat fijner. En ja, dan gaan we nu nog even. Ik weet niet voor wie ik moet sparen. Ik ga niet Lily upgraden. Oké, wacht. Dan dit even. En Draco, ja, kijk, ik zit hier op 910. En oh ja, ik ga dus nog wat credit. Oh ja, ik ga ook nog een video maken over mijn laatste potje met Rico. Rang 24. Rang 24. Die heb ik nu rang 24. Dan ga ik een video maken over het laatste potje van rang 25 halen. En ook hetzelfde geldt voor Tik. En iemand anders met wie ik het ook doe, die heeft het laatste potje bus. Komt er binnenkort ook aan, dus die wordt ook gefilmd. En ik hoop dat jullie dan nog even liken. Maar dit was het voor nu. En dus ik ga nog een aparte video maken. Ik ga nog op een slecht account ga ik nog een keer het openen. Maar ik ga nog een aparte video maken over...